John, met wat voor een gevoel sta jij hier? Nou, blij. We hebben de wedstrijd gewonnen. Hetgeen waar we voor kwamen, doorkomen in de eerste ronde voor ons dan in dit geval, was het belangrijkste. En daar hebben we vrij snel in de wedstrijd al voor gezorgd. En ja, dan krijg je een wedstrijd als dit, die je daardoor makkelijk uitspeelt. En het werd nog even niet spannend, maar interessanter omdat het 3-1 werd. Daar krijgt ook de tegenstander nog een beetje het gevoel. En ja, uiteindelijk hebben we het mooiste tot het laatst, voor het laatst bewaard. En dat was natuurlijk sowieso het inbrengen van Simon. Maar nogmaals, toen hij de goal maakte, dat was kippenvel. En we weten allemaal wat Simon voor arbeid heeft moeten leveren om uiteindelijk hier weer te kunnen en te mogen staan. En ze maakt zijn eerste minuten en na bijna 2 jaar afwezigheid. De emotie die je op het veld zag en de afloop in de kleedkamer, dat blijft mij bij. En dat is het belangrijkste dat we door zijn, maar dat komt heel dicht in de buurt van hoe mooi dit vanavond was. Jullie komen op een 3-0 voorsprong en dan komt er dus, zo mogen we stellen, een soort van eretreffer of aansluitingstreffer. Verbaast het jou dat zo'n Excelsior 31 jouw ploeg zo onder druk kan zetten blijkbaar? Nee, maar dat kan iedereen. Iedereen valt altijd een keer goed. Hij maakt er 1-2 volgens mij met Justin. Die schiet hem tegen zijn voet aan. Ja, hij schiet hem hartstikke mooi binnen. Dat kan altijd. Het blijft voetbal. Die jongens kunnen ook wat. Het is niet zo dat dit... Het zijn amateurs, maar dit zijn ook jongens die 3 keer in de week trainen. Het mag niet. Nee, ik weet het. Ik weet het allemaal. Je hoeft me niet te zeggen, maar het gebeurt wel. En je bent zelf misschien iets minder scherp omdat het al 3-0 staat. Je komt niet in de problemen. Je weet ook in je achterhoofd van oké, we moeten zondag weer. Het zijn allemaal dingen die meespelen. En ik vind dat, nogmaals, het kan niet, het mag niet. Maar ik weet wel dat het ook uit ervaring, dat het gewoon gebeurt. En ik ben nogmaals daardoor ook blij dat we het eigenlijk nu meer over Simon kunnen hebben. Dat leidt ook weer af van de rest. Ja, dat vind je mooi en dat kan ik me ook wel voorstellen. Als je ook na afloop ziet hoe hij uiteindelijk bij die fans komt, knuffels geeft, dan zie je hoeveel het met die jongen doet. Ja. Nee, maar niet alleen met hem, ook met mij en met iedereen binnen de staf en iedereen binnen de spelersgroep. Je zag het moment dat hij scoorde, iedereen kwam die duck-out uit en Kijk, we zijn topsporters, we zijn mensen die alles eraan doen om die wedstrijd te winnen. Maar we blijven ook vooral mensen en wat ik zeg, dat was mooi om te zien en te ervaren hoe hij dat beleefde op het moment dat hij die goal scoorde. Echt geweldig. En het voorbereidende werk moeten we ook niet vergeten. Vaslav Černý die Issa Abbas wegsteekt en Abbas die hem weer terugtrekt. Altijd gaan er aan goals dingen vooraf. En Vas die steekt hem goed weg. Issa die blijft rustig. Die geeft ook uiteindelijk Simon de kans om die bal binnen te schieten. Ja. Beter kan niet, iedereen is erbij betrokken en uiteindelijk het hoofddoel Simon die hem binnenschiet. Dus mooi. 9 jaar geleden won je volgens mij in dezelfde ronde met 2-0 met ADO hier. Nu 9 jaar later 4-1. Welke was mooier? Deze. Moet even denken. Nee. Ja, maar nu weet ik ook weer, ik zei al, ik ben hier een keer geweest, maar ik wist niet meer met wie. En nu blijkt dat het met ADO was, dus bedankt, Corné.